Genesis 2.24, Matthew 19.5. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen één vlees zijn. Zegt dochter van de duivel, zoon van God, ik ben daarmee één. Het is niet alleen ouders, het is ook vrienden, geliefden. Ik heb gelukkig geen kinderen. Ik heb ook niet een romantische of sekspartner of zo, maar alles moet, alles. Als je op een bepaalde manier van verlichting komt, als bruid van God ook, is het ook echt familie loslaten. Is het makkelijk als familie jou loslaat? Ja, als ze het plagiaat niet zien, het cyberpesten niet zien, het gangstalken niet zien. Is het dat waar Fidera mee bezig is? Niet zien. Alles daar ook mee bezig kan zijn, want wow, niemand helpt toch Ian. Mensen grijpen toch niet in. Het is vlees, dus whatever. Ook kennissen, ook buren, internetvrienden, echt gewoon alles. Als je bij Spirit bent, dan ben je nou eenmaal anders bij liefde. Dus jouw plezier, jouw vrede. Er hoort ook nou eenmaal bij geduld, aardig zijn, goed doen, geloven. En ook gewoon als een heer of als dame gedragen, zelfcontrole hebben, proberen stabiel te blijven. Ik ben gezien wie mij maar in laag frequenties graag wil dat ik depressief ben of... Ze graag willen dat ik in pijnen ben. En net als al dat in mijn rug steken. Is met al dat. Met alles wat ik aan kan tonen. Alles wat ik uit aan gevoelens bespreek. Daarop niet antwoord wordt. Gewoon mensen die zogenaamd van je houden. Ouders en zo. Die ook gewoon maar ruzie met je maken. Alsof je een zusje bent. Of alsof ze je zusjes zijn of zo. Mensen zeggen gewoon... geïntimideerd of dingen niet eerlijk vinden of zo. Allemaal maar willen dat jij gaat denken dat er iets mis is met jou. Terwijl het echt hun zijn, die bipolen, liegende narcisten. Echt harteloos en in de war. En ze willen denken dat jij het probleem bent. Terwijl ik in mijn eentje tegen hun allemaal. Ik, Chris, die alles en iedereen benoemt. Zogenaamd met mij kwam hij erachter. Een volgende video mij ook met de simkaart neerzet alsof hij me niet vertrouwt. Waarbij hij een hele manuela inzet. Maar die ook van links naar rechts gaat. En daarna ook aan het meelachen en pesten, plagen is in de chat bij Chris, zeg maar. Als een Bridget Jansen of als een Miranda van Werken. Als niemand maar herkent wat ze aan het doen zijn. Maar als je wel herkent wat ze aan het doen zijn, zie je ook dat ze dingen aan het verstoppen zijn. Zijn ze een heleboel gevoelens, gedachtes proberen te projecteren. Is zo'n Fidera ook niks meer dan een brainfuck. Heb ik gewoon gezien, je moet nooit een narcist beschermen. Je moet nooit excuses voor ze maken. Hè? Je bent ze niks verplicht. Mensen die maar niet hun vrijheid aan het claimen zijn, of voor hunzelf aan het kiezen zijn, of gewoon zelf aan het kiezen zijn. Uiteindelijk is het gewoon, jij ben jij. Het enige wat ze aan het doen zijn, is energieën stelen. Ze willen graag dat hun bij jou in je gedachten voorkomen. Ze willen graag dat je je opgesloten voelt. En dat jouw emoties overhoop zijn, of uit. Ze willen graag dat je door de hele identiteit verliest. Karakter, persoonlijkheid, dat je daar helemaal jezelf in kan vinden. Echt een en al manipulatie. Het idee dat je moet je hebben dat je niet goed genoeg bent. Expres bezig door niet te biechten, niks te spreken. Dat jij ook gewoon niks kan vergeven, want je weet niet wat je moet vergeven. En gaan ze met jouw schuldgevoelens willen spelen. Terwijl, ik of jij voel gewoon dat het met z'n allen tegen één is. Dus welke schuldgevoelens? Is het echt hoor, maar niemand die hun energie begint te begrijpen. Niemand die bij een onvoorwaardelijke liefde kan komen. Niemand die bij zijn wijsheid of genade.
echt een en al magie, wat overal maar. Magie proberen ook te stelen, want ze willen de wonderen, die willen ze ook hebben. Ja, als niemand maar connected is met de aarde of zo, of met het geheel, met mensen, hè, saamhorigheid. Niemand maar eerlijke intenties hebt en gewoon het bij de waarheid kan houden. Niemand nederig is of bescheiden is. En dat vuur wat je dan in jezelf voelt, je kan gebruiken om jezelf mee te beschermen. Nee, anderen weer mee willen aanvallen. Andere mensen hun kroon willen dragen voor de sleutels die dat brengt. Omdat mensen zelf gewoon geen connecties hebben. Heb ik echt gezien. Internet, whatever. Het is allemaal zo vies, zo vuil. Van plagiaat, cyberpesten, gangstalken. Heleboel manipulatie, gaslighting, liegen. Heleboel teamworks. Met z'n allen tegen één. Om te zien dat de familie dat zogenaamd allemaal niet ziet. Daar ook gewoon met hun gelieg, gemanipulatie. Waarbij ze gewoon ook hè, binnen families en achter mijn rug om. En alles en iedereen weet het beïnvloeden in dit geheel. Te weten te omkopen. Anderen die zwijgplichtjes moeten tekenen. Daarom ook gewoon. Het is gewoon dat ik zie dat er goede mensen zijn ook. Dat een heleboel mensen ook goed doen naar andere mensen. Dus het zit in ze. Het is er gewoon. Als ik buiten mijn rondjes loop, supermarkt, welke winkel. Iedereen is aardig, beleefd, normaal. Oogcontact en gesprekken mee te voeren. Ja, dat verraadt om mij heen is echt. Als je op een bepaalde spirituele verlichting komt, daar bij God komen. Wil God gewoon dat alles wat vuil is, dat dat bij je weg is, voordat hij me komt halen. Ik ga me echt niet. Het is wat het is uiteindelijk.